Hier op school hebben we beslist om het oudercontact om te gooien. En we maken er nu een driehoeksverhouding van. Kind-ouder-mentor, waarbij we de ouder en het kind tegelijkertijd weer bij het leerproces willen betrekken. En als voorbereiding op het komgesprek, dus op het oudercontact met ouders en leerling, hebben we de selfie-gesprekken. Dag Esma, hallo, welkom. Ga zitten. Met het selfiegesprek willen we vooral zorgen dat de leerling zelf nadenkt over zijn werkpunten, zijn inzet. Zodat het niet enkel gewoon is van ja, bekijk je punten, klaar. Ik ga eens zien wat je op je vragenlijst hebt ingevuld. Hè. Voor het vraaggesprek vragen wij om een vragenlijst in te vullen. En die vragenlijst die bevat bijvoorbeeld welbevinden, studiekeuze, welke vakken doe ik goed, welke vakken doe ik niet goed. In de klas lukt het dan beter om te focussen doordat je achteraan zit en omdat je ook moeite doet meer, denk ik nu. Zijn er dingen die je thuis kan doen nog? Misschien beter plannen. Ik ga ook naar leren. Je gaat dat gaan beginnen doen? Nee, ik doe dat al. Ik vind wel dat die leerlingen dat heel goed kunnen filteren van dit doe ik goed, dit doe ik niet goed. Ze zijn daar vrij snel zelf mee weg, denk ik. En ze kunnen dat ook heel snel verwoorden van ja, hier moet ik wat bijsteken of hier. Ik vind het wel goed dat de leerkrachten toch even met de kinderen apart willen praten. Dan kunnen de kinderen ook nog even vertellen aan de leerkracht wat ik kwijt willen en dan pas met de ouders. Dit blaadje mag jij als leidraad gebruiken. Nu is het voor de eerste keer dat we echt zo'n live oudercontact samen hebben na corona. Het selfiegesprek is ook een voorbereiding op het komgesprek 's avonds. Zij krijgen dan een blad met een aantal richtvragen. Dat gebruiken ze dan tijdens het komgesprek bij hun ouders. Nou, ik ben wel benieuwd wat de leerkrachten gaan zeggen tegen mijn papa. Wat heb je allemaal verteld tegen papa Esma over jouw rapport? Dat mijn punten sowieso moeten stijgen, want dat ziet er niet zo goed uit eigenlijk. 'S Avonds komen vooral de leerlingen aan het woord en dan gaan zij met hun ouders de vragenlijst overlopen of de richtvragen die zij hebben meegekregen. Dat gaat zich sowieso weerspiegelen in cijfers. Hè, omdat u... Als leraar zijn wij daar meer zo de coach, denk ik, die als het een beetje stilvalt, de leerling in de juiste richting brengt en meer een aanvullende rol hebben. Hè, van oké, dat zegt de leerling, maar misschien moeten we dat nog wel een beetje extra bijvertellen. Waarom wij dat zo hebben gedaan of hoe dat wij het zien als leerkracht. Ik heb het gevoel dat de ouders meer betrokken zijn, omdat de leerling het echt in zijn eigen woorden aan hen vertelt. En vroeger was het dan misschien meer in zo de vaktermen van de leerkracht. Het feit dat die leerling dat zelf vertelt, haalt die drempel wel een beetje naar beneden. Het was eerst een beetje een experiment. En dan is het zo goed meegevallen dat het ook verspreid is naar de andere leerkrachten. En het een beetje zoals een olievlek bij iedereen terecht is gekomen.